Welkom bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Welkom in Tilburg. Yes. Ik ben Rebecca. En ik ben Florian. En wij gaan jullie meenemen op tour. Ja, door de gebouwen van de FHK. Let's go. Hey. Hey, Rebecca. Hey, hoe is het? Hallo. Hi. Hoe is het? Goed. Ja? Ja, zeker. Ja, okay. Mogen wij vandaag een beetje rondkijken? Ja, tuurlijk. Nou, dat is fijn. Wij kennen de weg. Ja. Nou. Oké, let's go. Naast muziek, theater, beeldend, is er natuurlijk hier op de FHK ook een Dance Academy. En dat gebeurt vooral hier in de dansstudio's. En hier is ook een les bezig. En volgens mij staat Rebecca beneden om even een kijkje te nemen. En als je de sfeer hier zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? Anders dan dat ik gewend ben, aangezien mijn opleiding ook een internationale opleiding is. Dus je hebt mensen van alle landen en natuurlijk praat je ook Engels, terwijl Nederlands je moedertaal is, dat soort je gewend bent. Maar heel veel diversiteit en dat zorgt wel voor gewoon een, of in ieder geval bij ons een energieke sfeer. Dat is wel heel tof. Ja, vet. En hoe ga je, zou ik maar zeggen, met je docenten om? Hoe is dat? Op zich zijn ze hier allemaal wel open. Als er wat aan de hand is, kan je zo een berichtje of een e-mail sturen. Dus het is niet per se echt zo een echt hier docent en hier leerling. Het is wel van, ze staan er wel voor je, ze staan voor je klaar. Dus dat is wel echt super chill. Oké. Hier op de FHK zitten wel 15 opleidingen onder één dak. En dat is hier in deze gang eigenlijk perfect merkbaar. We zijn hier op de vierde verdieping van de FHK en hier binnen is een individuele zangles bezig van de Academie voor Muziektheater. En volgens mij kunnen we even naar binnen gaan kijken. Flashback. We zijn hier in het Academietheater. En we gaan even kijken naar een flashback. En achter deze deur zit de master architectuur en stedenbouw. En volgens mij kunnen we even naar binnen, maar we moeten wel heel stil zijn, want we zijn heel serieus bezig. Alle masteropleidingen werken hier op de FHK met elkaar samen tijdens onder andere de onderzoeksdagen. Ja, en je hebt bijvoorbeeld de Master of Music. Performing Public Space. Kunsteducatie. En choreografie. Hier op de FHK zijn maar liefst 6 werkplaatsen. Een werkplaats voor textiel. Digitaal. Hout. Grafiek. Metaal en keramiek. Binnen zit Kim en zij studeert deeltijd docent beeldende vormgeving, beeldende kunst en vormgeving. En volgens mij is ze iets aan het doen en volgens mij kunnen we even naar binnen kijken. Ja. We lopen nu door de gang, door de kelder van Rock Academy. Ja, en volgens mij is hier iemand aan het werken. Waarom ben jij naar de FHK gekomen? Ja, vooral de vibe, de sfeer, past er meer bij mij, of past het meest bij mij. Dus, ja. Oké, want wat is die sfeer hier? Beschrijf dat eens, hoe is het hier? Ik ben echt zo'n creatieve sfeer, je komt alleen maar creatieve dingen tegen. Mensen willen dingen delen, mensen willen dingen zien. Dus ja, het is gewoon één grote creatieve sfeer en dat is super chill. Als je daarnaar zoekt, tenminste. Ja. Dus. En wat ben je aan het doen? Ik was momenteel een beetje aan het schrijven. En ik heb het eigenlijk net afgerond. Dus ik was het eigenlijk aan het oefenen. Ja. Dagelijkse zaken voor een young boy. Blijven voor bewegen in de convoy. Willen focussen op het feit dat ik me ontplooi. Vandaar dat ik mijn zonnes in het rond strooi. Zullen we hier? Ja, ik hoor hier iets. Oh, nog een deur. Ja, dat is voor het geluid. Whiskey
Hoi. Hoi. We zijn hier in de digitale werkplaats. Friendscurper is het interdisciplinaire project van onder andere Dance Academy, Rock Academy en van Artcode. Visuals zoals deze poster, maar ook digitale visuals, die worden gemaakt door de studenten van Artcode. En volgens mij is het tijd voor een flashback. Waarom hebben jullie voor deze school gekozen? Nou ja, ik vind de mensen die hier werken, de docenten en zo, vind ik heel fijn en heel aardig. En, hoe is de band met de docenten? Is dat, Ja, het zijn niet echt docenten. Het zijn meer een soort, ja, één van ons of zo. Ja. En in dit lokaal zijn de mensen van de Academie voor Muziek en Musical Theater bezig. Maar mogen we gewoon naar binnen? Ik denk het wel. Kom. Hey, buurman. Ja, wat is het? Hij zit een beetje met zijn vieze teugels aan mijn dochter. Wilt u niet zo wijs? Ho, 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 ho. Als ze het niet in de wand brengt. Dat is het. Dat is echt niet waar. Dat is het. Jawel. Nee. Dat zou mijn zoon nooit doen. Nee. Ja. Ik wil van haar de context weten. We zijn hier in de tuin en dit is toch wel echt een hele bijzondere plek van de FHK. Want je ziet hier, de tuin is omringd door alle gebouwen. Daar is de villa, de dansacademie, rockacademie, de mediatheek. Zo, Rebecca, waar moeten we nu naartoe? Nou, we hebben hier bijna alles gehad. Dus okay. Ik denk naar de circushal. Die hebben we nog niet gezien. De Academy of Circus and Performance Arts. Oké, okay, yes. Dan moeten we op de fiets, toch? Ja, laten we de fiets even pakken. Okay. Als er nu één opleiding internationaal is op de FHK, dan is het wel deze opleiding. We zijn namelijk bij de Academy for Circus and Performance Arts. We gaan nu kijken naar de hal waar ze aan het repeteren zijn of aan het werken zijn. En wil jij nou ook op Fontys komen studeren of wil je meer informatie? Ga dan naar fontys.nl/kunsten. Of volg de FHK op Twitter, Instagram of Facebook. Yes. En dan hopelijk zien we jullie volgend jaar op de FHK. Tot ziens.